Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van je eigen intuïtie nog beter gaan verstaan en daarmee ook je eigen ziel of je eigen essentie of je eigen bron, hoe je het ook wil noemen, ook beter gaan verstaan. Eigenlijk gaat het daarmee ook over het voelen wat jouw weg is. En dat kan heel praktisch zijn, heel aards zijn, dat je voelt van hey, het is tijd om een nieuwe carrière te gaan beginnen, om daar nieuwe opleidingen voor te doen. Of ik voel dat ik daar gewoon een andere stap in mag gaan zetten. Misschien is het niet duidelijk welke stap, maar ik voel de verandering aankomen. Ik voel de switch aankomen in mijn leven. En misschien is het ook meer dat je merkt dat je andere interesses gaat ontwikkelen. Dat je een ander soort films leuk gaat vinden, dat je een ander soort muzieksmaak ontwikkelt. Dus het kan heel sterk daarover gaan, omdat je merkt dat je aan het veranderen bent en het daar ook in terug kan komen. Maar het kan dus ook wat spiritueler zijn, wat energetischer zijn, dat je merkt van hey, wacht even, ik voel op een heldere, maar voor mijn idee ook een iets andere manier duidelijker aan wat bij mij past en wat niet bij mij past. Want dat is de basis waar je intuïtie altijd over gaat. Dit is goed voor mij, dit is niet goed voor mij. Dit past bij mij, dit past niet bij mij. En dat is altijd heel oordeelloos, want het gaat niet over dat wat bij mij niet past, dat dat stom is. Nee, het gaat er alleen maar over dat het niet bij mij aansluit. Dat is het enige. Geen oordeel, geen lading. Het is wat het is. Maar dat gaat dus ook steeds duidelijker naar voren komen. Steeds tastbaarder worden, ook al is het natuurlijk een energetisch stukje waar je mee te maken hebt. En daar vindt deze week dus die verdieping in plaats. En hoe mooi is het als je er geen druk op legt deze week, maar als je jezelf een beetje bewuster van bent en er net wat meer op let van hey, wacht even, hoe ervaar ik het als ik bij iemand ben waarvan ik nu eigenlijk al weet dat diegene niet bij mij past, omdat je al langer met diegene omgaat misschien. Hoe voelt dat nu voor mij als ik met diegene in contact ben via de app, telefoon of in levende lijven? Of hoe voelt het nu als ik bezig ben met iets waarvan ik gewoon weet dat ik dat sowieso al leuk vind, wat ik jaren al leuk vind, wat al gewoon jaren mijn hobby en mijn passie is? Hoe voelt het nu deze week nu ik ermee bezig ben? Want juist daaraan kun je die verandering, die verdieping van je eigen intuïtie gaan herkennen. Omdat je eigenlijk al weet dat iets bij je past of niet bij je past. Maar nu het dus nog helderder of net even wat anders door je intuïtie aangegeven wordt. Want dat doet het ook bij dingen waarvan je het al weet. Die intuïtie die geeft je altijd die informatie. Dus dat is een hele fijne manier om je mee te spelen deze week, denk ik tenminste. Als we gaan kijken naar helpende edelstenen, zou ik hier terugvallen op de oude vertrouwde seleniet. Omdat dat echt de steen is, de edelsteen is, die je gewoon helpt te verbinden met je eigen bron. Met je eigen energie en ook met de universele bron. En ik denk dat dat licht, hè, die lichte energie die daarbij hoort, heel erg prettig en ondersteunend is in dit proces. Heel erg dingen ook lekker door laat stromen. En als we kijken naar geuren voor in de diffuser, dan zou ik gaan voor de kamperfoelie. De kamperfoelie of de lotus, omdat dat geuren zijn die ook weer heel erg gaan over je kruinchakra openen, over je bewustzijn vergroten, over je trilling verhogen en juist die spirituele ontwikkeling hierin lekker kunnen ondersteunen. Dus dat zijn mijn suggesties. Daar ga ik hem ook afronden en ik wens jullie weer een hele mooie week toe.